En ik zei ook dat die computers, dat die sterker zijn gaan spelen dan de mens. Ja? Mm-hmm. En dat was natuurlijk wel iets wat mijn promotoren niet geloofden. En met name zeg maar professor Adriaan de Groot. Ik heb het meest erg genoten van de maatschappelijke discussie. Ja? Hoe mensen zeg maar daar mordicus tegen konden zijn. Mm-hmm. Of ze er verstand van hadden of niet. Maar dit mag niet mogen moeten kunnen. Dit is de Leiden Lowcast met mij, Hamza Dupré en mijn co-host Irem Tjokker. Dankjewel Hamza. Vandaag is bij ons Jaap van den Herik. Leuk dat je er bent, Jaap. Vind ik zelf ook, ja. We gaan het over hele interessante dingen hebben. Maar voordat we het daarover gaan hebben, kunnen we misschien beter eerst aan jou vragen of je wilt vertellen over je studententijd. Daar zijn wij wel heel benieuwd naar en onze luisteraars ook. Mijn studententijd, dat was een aangename tijd in mijn leven. Sommigen zeggen wel de meest aangename tijd. Dat zeg ik niet. De meest aangename tijd in mijn leven is dus nu. Nu ik zeg maar onlangs op mijn hoogtepunt stond, afscheid genomen heb. En nu ik zeg maar dus geniet van datgene wat ik hier heb mogen opbouwen. Mm-hmm. Maar mijn studententijd hier heeft zich in Amsterdam afgespeeld. Ik kwam in 66 aan. En ik kwam uit Rotterdam. Ik ben daar geboren. En ik ging wiskunde studeren. Ik heb nog getwijfeld over wat ik zou gaan studeren. Ik keek in ieder geval naar een exact vak. En ik wilde graag een studie hebben waar ik niet de hele dag op het laboratorium hoefde te staan. Dus niet zeg maar scheikunde of iets van die aard. Dat leek me ook een heel leuk vak. Maar waar je gewoon je werk kon doen. En dan had je 's avonds tijd om te schaken. Te schaken en nog eens te schaken. Ik deed dus in die tijd niets anders dan schaken. Dat was mijn hobby. En daarom was ook de reden dat heeft mijn keuze voor Amsterdam bepaald. Want in die tijd zeg maar waren de kampioenen, de clubkampioenen van Nederland, die leefden in Amsterdam. Dat was VAS en AAC. En dat was de guideline, dat was de lijn van mijn studie ook. En natuurlijk, die studie moest erbij, maar dat stond bovenaan. Verder ben ik ook wel lid van een studentenvereniging en ik was ook lid van een sportvereniging, dus ik deed eigenlijk heel veel dingen. En dat was prettig. En ik deed natuurlijk wiskunde. En dat vond ik ook heel leuk, want wiskunde, dat was ook een hobby. Ja, dat was gewoon puzzeltjes oplossen. Dus je had allerlei puzzeltjes en die kon je dan oplossen. En dat kon je dus nu doen onder leiding van een hoogleraar of van medewerkers. En dat was dus fantastisch. Dus dat gezegd hebbende, is dat bijna mijn belangrijkste punt. Ja. Behalve in het derde jaar, toen zei ik tegen mijn mentor, dat was professor Kaashoek. En die zei, hoe gaat het? En dat ging goed allemaal. En toen zei ik, maar ik wil dit jaar een jaar gaan schaken. Gewoon helemaal gaan schaken. Toen zei hij, nu ga ik je iets heel bijzonders zeggen. Ik vind het namelijk goed. Maar we spreken één ding af. Na dat ene jaar, dan kom je gewoon terug en dan maak je zonder mankeren je studie af. Mm-hmm. En aan die woorden heb ik mij gehouden. Ik heb Kaas ook altijd heel hoog gehad. En ik heb hem dus bedankt. Hij had zoveel vertrouwen in me dat hij vond dat hij me kansen moest geven. En ik werd studentenkampioen en ik ging naar de wereldkampioenschappen. Dat was natuurlijk fantastisch. En ik dacht eigenlijk, ik moet zelf ook mijn best doen om wereldkampioen te worden. En dan had ik één gelukje, dat was iets later in de jaren 60. Ja, dit was in 68 waar ik het nu over had. Mm-hmm. En iets later in de jaren 60 speelde ik in Rotterdam, schaakvereniging in Rotterdam. En daar kwam Jan Timman in mijn team. En Jan Timman, ja, daar kun je lang of kort op. Die was beter dan ik. Ja, toen al. Toen al. Maar hij was gewoon beter. En toen dacht ik, ik moet eerst die studie maar even afmaken. Toen dacht ik, nou wat ga ik doen? Maar toen zag ik om me heen al. En toen dacht ik, ik ga eerst maar zijn gewone carrière opbouwen. En dan kun je altijd nog schaken. En dat heb ik dus gedaan. En toen ben ik zeg maar aan de TU Delft gaan werken. Mm-hmm. En heb ik informatica gedaan. Ik was ondertussen doorgeschoven van wiskunde naar toegepaste wiskunde naar numerieke analyse, dus met computergebruik. Mm-hmm. En dan zou ik naar informatica. Toen ben ik daar informatica gaan doen. En toen dacht ik, wat zal ik nou doen? Want ik ben nou toch bezig. Maar ik kan hier, en daar kwam het, mijn hobby met mijn beroep combineren. Namelijk, ik kan me toeleggen op computerschaken. Mm-hmm. Dus ik kan die computers laten schaken. En daar maakte ik ook mijn proefschriftonderwerp van. En toen was ik dus aan de TU Delft, was ik de eerste die op Artificial Intelligence promoveerde. En een onderdeel was dan computerschaak, maar het was ook Artificial Intelligence in brede zin. Want ik hield me ook met filosofische aspecten bezig. En dat is dus eigenlijk mijn basis geweest. Dus eigenlijk is het feit dat ik niet goed genoeg was, zeg maar, redding geweest voor mij in de academische wereld. Ja, daar ben ik zeer gelukkig mee. Ja, wij hebben nog wat stukken van jou doorgelezen. Ja. Als ik het goed begreep, ging jouw proefschrift over of computers van mensen konden winnen met schaken. Klopt dat?
Nou, daar ging ik door. Dat kwam er even aan de orde, want ik had natuurlijk het virus. Maar het klopt wel, ja. En ik zei ook dat die computers, dat die sterker zouden gaan spelen dan de mens. Ja? Mm-hmm. En dat was natuurlijk wel iets wat mijn promotoren niet geloofden. En met name, zeg maar, professor Adriaan de Groot. Die zei, toen ik bij hem kwam. En hij was namelijk zelf gepromoveerd op het denken van de schaker. Ja? En toen ik bij hem kwam, om te vragen of hij mede-promoter wilde zijn. Ja. Toen zei hij, dat doe ik graag, maar ik heb je verhaal gehoord. Eén ding, dat zeg ik je nu alvast. Kijk, die schakers die zijn zo goed, omdat ze over intuïtie beschikken. Ja? Mm. Intuïtie valt niet te programmeren. Dus een computer zal nooit sterker spelen dan de wereldkampioen. En daarmee is dus, zeg maar, jouw stelling, dat je denkt dat je iets kunt gaan maken dat sterker speelt dan de wereldkampioen, die is, zeg maar, onjuist. Desalniettemin wil ik toch wel graag jouw promotor zijn. Ik zei, dank u wel. En we gaan aan het werk. En we zien het vanzelf. Yeah. Want ik zei, weet u waar ik eigenlijk erg gecharmeerd ben? Dat is van, zoals dat in de filosofie ook heet, empirische evidentie. Je kunt over een hele hoop dingen kun je lang praten. Ja? Maar tenslotte, zeg maar, kun je kijken wat er gebeurt in de wereld. Ja? En dan heeft het helemaal niet of het theoretisch kan of niet kan of wel kan. Of je het waar maakt. Als het gebeurt, dan is het, zeg maar, empirisch gewoon mogelijk. Yeah. En ik zei, ik ga u zeggen dat dat gaat gebeuren. Nou, we zullen het zien. En toen ben ik die aangegaan. En je kunt ook zien, in mijn afscheidsreden heb ik er ook nog naar gerefereerd. En ik heb ook een afscheidsreden in Tilburg gehouden. Toen kwam dat ook, want toen heb ik namelijk de afscheidsreden de titel meegegeven. Intuïtie valt te programmeren. Hmm. Dus je begrijpt, dat was natuurlijk toch iets wat ik mijn hele leven meedraag. Ik ben dus degene die dat gezegd heeft. Ja. Nou, dat is mijn studententijd en wat er daarna kwam. Ja. En daarom zit ik hier. Ja, echt. Ja, ik vind het heel erg vet om iemand te gast te hebben. Want je bent wel heel lang verbonden geweest aan het juridische. Maar je bent geen klassiek schooljurist. Nee, ik ben in 88 hier benoemd. Dat staat ook in een afscheidsreden. Mijn valedictory lecture. Mm-hmm. Ja. Dat was Fred van Stade. Die was decaan toen. En dat was een vooruitstrevende decaan. En ook, zeg maar, iemand die van vernieuwingen wenst. Wilde en hield. En hij zei, wij moeten computers gaan gebruiken. Want die gebruiken iedereen. Dus wij moeten, zeg maar, in het recht moeten wij iets gaan doen aan computers en recht. Of recht en informatica. En toen moesten ze dus iemand zoeken. En toen kwamen ze bij mij terecht. Want ik was toen net gepromoveerd. Dat wil zeggen, ik was in 83 gepromoveerd. En het was toen 87. Ze kwamen in 87 bij mij terecht. En ik was toen ook al net benoemd tot hoogleraar in Maastricht. Ze hadden groot vertrouwen in me. En nou, weet je, die mensen, dat zijn de zieners van deze faculteit in de jaren 80 geweest. Ja. En toen hebben ze dus, dat was Van Stalen dus, die zei van, ja, als jij dat nou doet, dan hebben we dus recht in informatica. Dat heet nu ILOM, recht in informatica. En als je dat nou gaat neerzetten, dan kunnen wij, zeg maar, een positie in de wereld krijgen. In de wereld van recht in informatica. En toen heb ik dus ook in 88 heb ik opgericht de Stichting Jurix. Ja. De Stichting Juridische Kennissystemen in Nederland en in België. Ja. En dat is ook een van mijn kenmerken. Ik denk altijd dat als je iets nieuws gaat doen, ja, dan zijn de mensen tegenwoordig, de regering is nu zoiets, die gaat alles opgaven noemen. Die gaan ook allerlei dingen opgaven. Dat is niet de echte opgave. De echte opgave is structuur aanbrengen in een nieuw gebied. Ja. Je kunt wel kijken, je kunt wel exploratief onderzoek doen, maar dan moet je dus structuur, zo snel mogelijk structuur. Ja. Als je dus ziet wat de mensen die over opgaven hebben, wat die schrijven, die brengen geen structuur aan. Die zeggen gewoon maar wat. Ja? Maar je moet dus, dat heb ik van begin af aan gedaan. Ik heb dus in 1980, heb ik mede opgericht de computerschaakvereniging Nederland. Ja. In 1981 heb ik opgericht de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Kunstmatige Intelligentie, de BNVK. Mm-hmm. Die hebben pas allebei hun 40 jaar bestaan gevierd. Dus dat zegt toch wel iets. Hè? Ja. En kijk, dan heb je structuur aangebracht in Nederland, in de Nederlandse universitaire wereld. En ik denk dat dat veel belangrijker is dan zomaar, zeg maar, een groepje organiseren en zeggen, jongens, wij gaan iets leuks doen. Ik probeer nu ook met het ministerie van Justitie structuur aan te brengen in de opleiding voor mensen die legal technologies willen beheersen. Mm. En dat moet van twee kanten. Dat moet van de ene kant van de juristenkant en van de andere kant van de informatica kant. Mm-hmm. En die mensen hebben allebei een groot probleem. Wel hetzelfde probleem. Ze kunnen niet met elkaar praten. En dat is fabelachtig. Ja? En wat ik dus doe in die cursus, ja, en we hadden dus nu het afgelopen jaar 20 mensen. Ja? En die moet je bijeenbrengen. Je moet onderwerpen nemen en dan moet je met ze praten. En de cursus waar je het nu over hebt is dus de Leiden Legal Technologies Program. Ja.
Ja, ja. Precies. Ja. Dus voor alle geïnteresseerden, ja. Kijk vooral eventjes. Tegen reclame hier, hè? Ja, dank je. Nou, je kunt gewoon, het staat op de website. Je kunt op de website kun je het vinden. En dan kun je ook zeggen, een nieuwe cursus, die begint 13 mei. Mm-hmm. Dus daar kun je naar kijken en dat is mooi. En weet je, er zitten ook verschillende mensen in. En weet je, dat zijn de mensen die begrijpen dat het daarom gaat, ja. En hier, we zitten hier in de rechterbouw, ik moet trekken en trekken en trekken voordat ze daar gaan doen. En dan beginnen ze nog weer een Leiden Lolpark. En dan kun je het wel beter doen. Ik kan het achter elkaar neerzetten. Maar ja, ik ben te oud en je kunt toch niks meer, weet je wel. Ja. Ik denk niet dat je te oud bent, Jaap, maar dat je te hip bent. Dat is het probleem. Ja, juristen en vooral Leidse juristen zijn stoffig volk, hè. Ja, nou, ik heb er 30 jaar mee gewerkt en dat zijn ook, ik heb daar ook vrienden en vriendinnen zeg maar om de hoorde. Dus ik draag ze een heel goed en groot hart toe. Maar inderdaad, ze zouden, nou laat ik het anders zeggen, ze zouden in een creatieve of originele kunnen zijn. Ja, dat is juist, ja. En kijk, een van mijn meest naaste vrienden, ja, meen ik serieus, dat is Hans Franke. Die was van het begin af aan dus ook mijn opponent. Hè. Dat was dus, en hij is nu nog steeds een agnost, want hij gelooft het niet. En dan praten we ook over dat die computers, en laat ik zeggen, daar hebben we nu ook meer over, dat was met die toeslagen ook. Hè, dat moet meer menselijk zijn, menselijkheid, ja. Met twee afleveringen. Ja. En ik ken zeg maar iemand die ook menselijk is, maar die geen menselijkheid heeft. Die zit eentje verderop in Moskou, zit hij daar te verdienen. Maar je gaat me ook niet vertellen dat een computer is. Nee. Dus ik bedoel, als mensen dus nu vanaf het begin gaan, ik dacht tegen mij over menselijkheid beginnen, dan zeg ik nou, dat moet je toch wel nader nuanceren. Mm. Want het woord menselijkheid, dat is natuurlijk, ja, je kunt natuurlijk zeggen, hij gedraagt zich als een, als een niet-mens. Hè? Als een onmens, ja. Ja, precies, ja. Dus daar wou ik het niet over hebben hoor, maar ik haal het even aan. Bok, hoor. Dat het heel moeilijk is om te duiden. Hè? Wat is een computer eigenlijk? Wat is een intelligente computer? Wanneer is die intelligent? Mm-hmm. En wiens schuld is het nou? Jullie hebben die toeslagen hier al gehad natuurlijk, dat begrijp ik. Mm. Dit is een heet hangijzer. En ik vind het ook heel keurig van Ettinghoven, dat hij daar vanuit de Raad van State zijn excuses voor aangeboden heeft. Ja. De manier waarop zeg maar die rechters geoordeeld hebben. Ja, ik denk dat ze even een gevoel voor menselijkheid verloren hebben toen ze die uitspraken deden. Ja? En dat zijn dus, ja, dat is een vergissing. Dat is misschien een beroepsvergissing. Ja? Mm-hmm. En dat zit hem ook een beetje in hoe je denkt. Hoe je denkpatroon is. Dus hoe je opgevoed bent om te denken. Ja. Ik hou er dus van, dat begrijp ik dus ook hier, om over je eigen grenzen heen te denken. Mm-hmm. Ik ben dus ook iemand die, laat ik dat er even gelijk goed uitleggen, die voor multidisciplinariteit is. En daarmee bedoel ik niet voor interdisciplinair, want vaak praten wij over interdisciplinair. Vak is interdisciplinair. Vroeger hadden we ook een interfaculteiten, die zaten dus dan tussen twee disciplines in. Hè? Ja. Mm-hmm. En weet je wat er gebeurde? Als er een beetje minder geld was, ja, dan zeiden die faculteiten, die zeiden dan altijd eerst aan kijkers, oh ja, maar we hebben nog die laten we daar eerst maar op besnoeien. Want als je interfaculteit bent, dan hoor je net niet bij. Ja. Dan mag je een beetje meedoen en meekijken, maar dan hoor je net niet bij. Ja? En daarom is het veel beter om ook als organisatie om multidisciplinair te doen. Ik heb dat ook bij NWO verteld. En NWO heeft dat gezegd, ja, dat is zo. Die hebben dat ook overgenomen. Later komen er weer andere bestuurders. En dan verwatert het weer een beetje. En soms zie ik weer binnen NWO, zie ik weer de naam interdisciplinair, zie ik weer opborrelen. Maar dat is niet een goede term. Dus als je al jezelf niet goed kunt uitdrukken in de terminologie waarin je je structuur opbouwt, waarin je je organisatie opbouwt, ja, dan bak je foutjes in. Ja, precies. Want multidisciplinair impliceert, er is één iemand die meerdere teugels in handen kan houden. Ja, precies. En die van meerdere gebieden verstand heeft. Ja, ja. En die gebieden aan elkaar kan praten. Dus ik kan bijvoorbeeld de wiskunde aan het recht praten of aan de logica, ja? Ja, de logica zit daar op zichzelf ook weer nauw mee verbonden. Die zit daar dus niet tussen, maar die zit er overheen. Mm. Die hoort zowel bij de wiskunde als bij het recht. Ja. Mm. Ja? Nou, dat is wat ik in die 30 jaar hier heb verteld aan mijn studenten. Ja, en we gaan het dan vandaag ook een beetje hebben over die computers en het recht spreken. En wat je net aanhaalde met menselijkheid. Want dat is denk ik een van de vragen die wij wel hebben. Van als computers recht spreken, waar blijft dat menselijke dan? Ja.
Nou ja, ik zei net al, dat ligt er natuurlijk aan maar wat je dan menselijke verstaat. Hè? Dus dat moet je begrijpen. Maar ik bedoel, je moet wel rekening houden met de menselijke maat. Hoor, laten we dat even vooropstellen. En ik heb ook laatst een discussie gehad met Hans Franke over de menselijke maat, dus het recht en de menselijke maat en in computers. En Franke die zei dus ook al, ja, Van der Heerik die praat nu niet meer over intuïtie, maar die praat nu meer over de menselijke maat. Ja, dat is natuurlijk zo, dat is, daar heeft hij gelijk. En ja, Hans en ik zijn ook vriendjes, laat ik dat toch even heel duidelijk zeggen. Maar wij vinden het ook leuk om zeg maar iets te hebben. En ik moet zeggen, ben Hans, ik kom direct erop Hans, hoor. Maar ben Hans, want toen ik hier kwam dus als hoogleraar in die wiskunde, toen zei ik tegen een aantal mensen, ik ga nog geen inaugurele reden houden, want ik gebruik de eerste 3 jaar om iets van het recht te leren. En ik had alle vriendjes natuurlijk bij ILO en die gaven mij boeken en die gaven boeken over Dworkin, et cetera. Dan kon ik dus zeg maar zien wat de achtergronden waren. En dat was dus heel, heel nuttig. En toen heb ik pas daarna met die inaugurele reden gehouden. Ja, en die was natuurlijk gelijk, ik gaf een visitekaartje aan, van die titel was, kunnen computers recht spreken? En dat zet in die tijd wel de universiteit, wat zal ik zeggen, in de denksfeer. Laat ik het maar zo achterop zeggen. Ja. Ja. Maar toen mensen denken, wat gaan we nu beleven? Ja. Mm-hmm. Om te beginnen vonden ze het, sommige vooruitstrijden, die vonden het nog wel interessant. Maar het was natuurlijk, het was een soort grapje. Ja? Dat mensen dus dachten dat het een cabaret was. Ja, maar ik kan me op zich wel voorstellen in die tijd. Ja, denk ik meer dan logisch. Ja. Maar je was echt heel vroeg erbij. Ja, ja, ja. En ik zei ook, ja jongens, en dat was natuurlijk wel, dat vonden ze nog veel erger. Dat ik zei, ja, jullie weten niet beter, want jullie zien niet die ontwikkeling aankomen. Ja. En nou kom ik weer terug naar dat schaken. Want ik zag het natuurlijk in het schaken wel aankomen. Want daar wisten ze het ook niet. Want die grootmeesters geloofden het ook niet, hoor. Want wij hebben ook wel eens, ik heb het criminologie gedaan, maar ook bij het strafrecht hebben we wel eens behandeld van, kunnen computers nu recht spreken? En er wordt eigenlijk voor 1 hele grote valkuil steeds gewaarschuwd waar het mis kan gaan. Dat is dingen die wij mensen doen, bijvoorbeeld etnisch profileren. Dat een computer kijkt daarnaar. Een kunstmatige intelligentie, zover mijn Asmar of iRobot kennis daarover strekt, leert daarvan. Maar die processen dat het leert, die kunnen wij vanaf een afstandje vrij lastig zien. Dus dat is een beetje een black box waar het in gaat. En dan komt het uitgerold. Ja. Maar dat kan bepaalde tendensen die wij mensen hebben, die ons al geen mooier mens maken, wel versterken. En of in ieder geval voortzetten. Voortzetten, versterken. En ik vroeg me heel erg af, als jij zegt van, nou, ik weet eigenlijk niet wat jouw uitoordeel erover is, maar als jij al zegt van, nou, hoe kan de rechter en de computer, hoe kan dat meer en in dezelfde worden? Hoe denk je daar dan over na, over dat soort processen, hoe dat kan gebeuren? Nou ga ik even jouw tekst een klein beetje ontrafelen. Ja, dus dat was graag. Hoe je over de processen nadenkt, ja? Ja. En natuurlijk ook een ander punt is hoe je over de resultaten dus nadenkt. Dat zijn eigenlijk twee dingen, hè? Precies, dat zijn dus twee dingen. En laten we zeggen, ik ga in eerste instantie uit van zeg maar de resultaten. Mm. Ja, de resultaten moet je berekenen door processen. En die processen die moeten wel weer zuiver zijn. Hè? Ja. Die moeten wel met allerlei dingen waar wij dus rekening mee houden. Daar moeten ze ook rekening mee houden. Ja? Dus daar ben ik helemaal. Dus er is niet een zeg maar, gemakkelijk antwoord op te geven. Dus laat ik dat eerst zeggen. En wat je dus nu zegt, en het moeilijke woord daarvoor is bias. Ja? Ja. Dus die computer die heeft een, nou niet de mensen en computers. In deze wereld hebben we een bias. Een vooroordeel. Een vooroordeel. En weet je, ik zou gelijk even zeggen, dat vooroordeel, ik zit hier dus niet om dat vooroordeel eruit te halen, want weet je waar het vooroordeel het meeste voorkomt en waar wij dus niet zomaar overheen kunnen stappen? Dat zit in cultuur. Ja? Mm-hmm. Want gewoon, er zijn verschillende volken met verschillende culturen. Ja? En dat betekent dus, die hebben verschillende oordelen over zelf wel hetzelfde fenomeen wat ze waarnemen. Ja? Dus, strafbaarstellingen zijn in ieder land anders. Ja, ja. En zeg maar de oordelen ook, laat ik zo zeggen. Ik ben wel eens in Indonesië geweest als maker, maar daar gaat het even niet om. En daar, dan zijn er een groot aantal mensen die begrijpen niet hoe wij zeg maar kunnen spreken over de barmhartige Samaritaan. En dat is natuurlijk een mooi iets, want het komt ook in de kunst voor. Hè? Schilderijen van de barmhartige Samaritaan. Als je daar nou naar kijkt, naar die barmhartigheid, hè? Dat waren natuurlijk zeg maar die twee broers, waarvan die ene het erfdeel van zijn vader opvroeg en de stad ging. Ja. En het erfdeel heeft kapotgeslagen. En toen weer, ik zeg maar even mijn terminologie, met hangende pootjes terugkwam. En toen zeg maar
door zijn vader werd omhaald. Hè, want het was de verloren zoon die weer thuis kwam. Ja. Ja. En hij richtte een groot maal aan. Een feestmaal. Ja? Ja. En weet je, die oudste zoon, die had al die jaren nog nooit een feestmaal gehad. Nee. Daar had zijn vader nog nooit iets voor gedaan. Ja? Dus dan vraag je je af, wat is nou, en dan krijg je allerlei dingen kunnen, wat is nou rechtvaardig? Of wat is eerlijk? Of wat is fair? Hè? Mm-hmm. En sterker nog, als zeg maar God nou die vader zou zijn, hè, dan gaan wij dus ineens iets van fair of eerlijk of barmhartig gaan wij op God plakken. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk een heel moeilijk iets. Nou, als je al ziet dat je in een gewoon punt waar we dus geen eens discussie op tafel hebben, maar waar we gewoon eens ergens over praten, ziet dat er tussen twee culturen zulke verschillen zijn, dan denk je toch niet dat ik hier kom zitten en zeg, moet je dat recht, dat heeft ook met cultuur te maken, want het is cultural bounded. Ja? Mm-hmm. Dat ik dan hier een oplossing voor heb. Dat heb ik dus helemaal niet. Ja? Ik vind het bijzonder interessant om dat met kunstmatige intelligentie te benaderen. Mm-hmm. En dat zijn de hele grote uitdagingen. Dat zijn niet uitdagingen die wij zo even oplossen of wij wel iets gaan doen. Wat we wel gaan doen nu, dat is proberen om daar werkbare oplossingen of deeloplossingen voor te maken. Ja? En dan vraag je dus aan die mensen, hoe? Ja, dat weten we nog niet precies. Maar als we nou maar alvast weten dat het daar zit, dan kunnen wij er met een aantal verstandige mensen en wijze mensen kunnen we iets aan doen. Ja? Ja. Nou, daar heb ik wel vertrouwen in. Maar weet je, je zou een slechte wetenschapper zijn als je dat probleem niet onder ogen zou zien en zeggen, dat gaan we aanpakken. Maar dus als we dan het hebben over cultuurverschillen en, nou, laten we dan even inzoomen op Nederland bijvoorbeeld, of dat, laten we zeggen, we kunnen daar onze computers op aanpassen. Zou dat dan betekenen dat als we recht spreken met computers, dat we dan al die biases eruit kunnen halen en dat het dan nooit meer gebeurt? Of? Ik schud al nee. En ik schud twee keer nee. De eerste keer nee is omdat je het als een mooi delineerde, dus afbakende, ja, door het Nederland te zeggen. Ik heb 21 jaar lang in Maastricht gewerkt, ja. En daar was het al verbazingwekkend, want als je naar Luik ging, ja, had je al ander recht. Ja. Dan had je Belgisch recht, ja. En dus als je nog. En kijk, dat vertaalt zich in grote dingen en in kleine dingen. En het andere is, dan zeg je nou, wat jij dus nu net zei, dan zeg je nou, dat is alleen in Nederland. Hè? Maar in Nederland hebben ze dus algemeen hebben recht, dan zijn we, denken we er allemaal hetzelfde over, ja? Min of meer. Precies, min of meer, ja. Als je dicht bij Schiphol woont en werkt, ja. Dan zijn de regels toch soms wat anders, laten we zeggen, met betrekking tot zakkenrollers of in Amsterdam, dan als je in Groningen bent, ja? Want, en weet je, dan zul je zeggen, ja, maar Jaap, nou doe je het recht wel geweld aan, want ja, de wet is de wet, ja, de wet is de wet. Maar zeg maar, de manier waarop rechters over oordelen, ja, die daar zitten, die zijn toch beïnvloed door de frequentie waarmee ze moeten oordelen over een bepaalde zaak. Dat telt gewoon mee. De Raad voor de Rechtspraak, en dat is dus Henk Navis in het bijzonder, die trekt dat, laat ik ook eren wie eren toekomt. Die heeft dus gezegd, wij gaan alle uitspraken codificeren. Die gaan we dus in de computer zetten op. Mm-hmm. Alleen blijven gewoon in goed Nederlands zeggen op rechtspraak.nl. In eerste instantie hadden ze gezegd van we gaan pakweg 70%, want er zijn natuurlijk altijd zeg maar uitspraken die je niet in de openbaarheid wil brengen. Of waar je moeite mee hebt of zitten. Kijk, overal zeg maar, is ook weer een vertrouwenskwestie. Ik wil dat niet openbreken, zeker niet hier in de discussie. Maar nu is de discussie, wij moeten ze toch in principe moeten we kijken dat we ze er allemaal inzetten. Ja? En dan zegt iemand, ja, maar dan heb je dus 100 keer zakkenrollerij of 10.000 keer. Hmm. Dat is natuurlijk zo. Maar aan de andere kant is frequentie, dat is ook een dimensie. Ja. Dus als het heel vaak voorkomt, dan kan dat wel een politieke aangever zijn van daar moeten we op letten. Ja? Je moet zeg maar ook de inhoud, en dat is dus nu de stap die we de laatste 10 jaar gemaakt hebben naar big data, die moet je ook technologisch moet je die implementeren. Mm-hmm. En dat was nou een van de redenen waarom Schuit en Van Stade en ook Hans Nieuwenhuis zeggen, Jaap, jij moet dat vertellen. Jij moet gewoon die dingen uitdragen. En weet je, wij nemen wel gratis aan dat niet al jouw collega's het daarmee eens zullen zijn. Maar als jij het met overtuiging vertelt, dan vinden wij dat voorlopig heel mooi. Dat we zo binnen deze universiteit kunnen opereren. Dus ik heb altijd ben zeer erkentelijk geweest voor hun steun. Ja. Ik kan me voorstellen, ik ga waarschijnlijk weer met een vrijborg verhaal komen wat we door jou een stukje geknipt worden, Jaap. Wat ik me voor kan stellen is, als je allemaal zaken hebt en die gecodificeren, dan heb je eigenlijk een hele hoop nodig per
bijvoorbeeld type delict. Want waar we het net over hadden, je hebt verschillen. En de wet is de wet, maar er zit wel mensenwerking. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt het OM heeft bijvoorbeeld al richtlijnen wat ze doen. Ja. En ook hoe rechters daarmee omspringen, zie je ook verschillen zitten. Ook bijvoorbeeld die LOVS-richtlijnen, dat zie je ook wel verschillen. Dus wat ik me voorstel, en pak me alsjeblieft aan als ik het helemaal bij het verkeerde eind heb. Maar wat ik me heel goed kan voorstellen, is dat je een bulk van zaken in een soort van een AI gaat gooien. En die gaat dan eens rekenen van op welke factoren moet ik letten. Zou je misschien een stukje inzicht kunnen geven in hoe dat proces eraan toe gaat? Ja, wat je zegt, laten we zo zeggen, zei het van een eerste benadering, maar je pakt de zaken dus heel goed aan. Ja? En dat betekent eigenlijk, en dan doe ik het ietsje half wetenschappelijk, hè? Eigenlijk benader je die situatie van waar hebben we het eigenlijk over? Ja? Ja. Dus we hebben gewoon, zeg maar, misdaad, ja? Maar wat is nu misdaad? Dus je gaat voorzichtig analyseren wat allemaal misdaad is en je probeert dat te ontrafelen. Ja. En dat probeer je dus, en dat is zeg maar het belangrijkste van wetenschap, dat is klassificatie. Mm. Ja? Dus je probeert zeg maar zaken in klasses onder te brengen. Ja? Dat lukt niet altijd en je begrijpt ook, daar heb je altijd al gelijk problemen. Want er zijn vaak, dat je niet weet, is nou klasse 1 of klasse 2? Ja. En, dat is natuurlijk altijd. En dat kun je dus oplossen. Ik heb er zelf ook wel proefschriften over mogen begeleiden. Ik zeg, ja, je moet klassificeren moet je dus combineren met ranking, ja? Dus dan moet je dus kijken of je ook de situatie kunt ranken. Want zeg maar, als je voor twee grote klassen hebt, hè, en je zit zeg maar onderin klasse 2 en die andere zit bovenaan klasse 1, ja? Dan heeft dat een heel groot verschil. Ja. Maar als je onderaan in klasse 2 zit, in klasse 1 zit en bovenaan in klasse 2, dan ligt dat heel dicht bij elkaar. Precies. Ja. En dan moet je kijken hoe je daar onderscheid tussen kan maken. Dus, is die demarkering niet arbitrair? Precies, ja. precies. Dus daar moet je dus altijd op. Dus dat betekent dat klassificeren en ranking, die zijn nou met elkaar verbonden. En daar moet je dus ruimte voor hebben in je onderzoek. Mm-hmm. Ja. Ja, ranking, om het zo te zeggen, is eendimensionaal. Dus dat is voorlopig nog maar even via één criterium. Ja? Mm-hmm. En wat het natuurlijk is, waar we het over hebben, dat zijn dat die elementen waar we over spreken, die hebben meer criteria. Ja? Dus dan moet je multifactor analyse moet je dus gaan toevoegen daar zo. Er zijn natuurlijk de dingen die we meten en die we benoemen, dat zijn allemaal dimensies. Dus tegenwoordig hebben wij wel problemen en die hebben gauw al 3000 of 30.000 of 300.000 dimensies. Dat is voor mij als jurist ik heb wiskunde C gehad. Dus, En dan is de vraag, dan is natuurlijk in één keer de vraag, hoe ga je daar nou mee om? Ja? Ja. Hoe order je die? Ja? Of hoe vergelijk je die? Of kun je die wel vergelijken? En zijn er regels om die te vergelijken? Ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Laten we zeggen, een van de eerste regels is natuurlijk dat je het gaat doen aan dimensiereductie. Ja, dan moet er ook zeg maar weer ruimte gecreëerd worden om datgene wat je ontwikkeld hebt te kunnen analyseren. En om daar dan ook, en dat is dan het grote punt en de stap die ik dus nu maak, om daar dan ook plaats in de maatschappij voor te kunnen reserveren. Mm-hmm. Ja? En nou komen we dus naar de maatschappij. Waar bestaat de maatschappij eigenlijk uit? Ja? De maatschappij bestaat natuurlijk uit de technologie. En de maatschappij bestaat, en dat gooi je nu even op één hoopje, maar uit recht en ook uit governance. Hè? Dus die hebben er ook nou met elkaar te maken. Maar dat is dus de tweede groep. Ja? En dan is de derde groep, dat is natuurlijk de maatschappij zelf. Dus de mensen die daar wonen. Want die hebben ook een stem, een mening. Ja. En het geeft geen pas om te zeggen, ja, maar die vinden wij niet zo belangrijk. Of die weten er niks van. Dat zijn maar wel de mensen die eigenlijk de grootste C behoren te hebben. Ja? Ja. Dus dat zijn en dat is dus het maatschappelijke debat moet gevoerd worden. Maar allereerst moet het technologische debat met zeg maar, het debat van de juristen en de governance moet gevierd worden. En je hebt dat dus afgelopen twee, drie jaar geleden gezien als een fantastisch debat. Ik vind dat een fantastisch debat. Dat gaat over, dat heeft ook met deze faculteit te maken, dat gaat over e-court. Ja? Mm-hmm. E-court, dat is dus, dat is zoiets als je e-mail hebt. Hè? Dus ja. mail, en heb je e-mail en heb je een court, hè? Het hof, of zo maar zeggen. Heb je ook e-hof, dus dat is dus. Dus dat was al, maar juristen, jongens, moeten we voorzichtig bij zijn. Dus een beetje eng, een beetje, wat gaan we nou beleven? Ja? Dus dan krijg je dus daar een strijd, want dat willen ze niet in hun leven hebben. Ja? Maar
Nou, wetenschappelijk gezien is dat natuurlijk een interessante ontwikkeling. Mm. En die ontwikkeling die werd op twee manieren werd die dus zeer interessant. Ja. Eén, die werd technologisch interessant. Van, kan een computer eigenlijk wel oordelen geven over die casussen die aan ICORD voorgelegd worden? Ja. Mm. Yeah. En het tweede is natuurlijk interessant. Hoe reageert de maatschappij erop? Ja. Gaat de maatschappij dat wel accepteren? Ik heb het meest erg genoten van de maatschappelijke discussie. Ja? Hoe mensen zeg maar, daar mordicus tegen konden zijn. Mm. Of ze er verstand van hadden of niet. Maar dit mag niet mogen moeten kunnen. Ja, ja. Ja dat is maar mensen vinden het eng. Ja, ja. Want als het idee bestaat denk ik dat computers dan een soort van de macht over kunnen nemen. Precies, ja. Laten we dan zoiets als recht spreken ook over aan computers. Ja, ja. Ja. Ik dacht ook niet gelijk van, oh, ik ben enthousiast. Dan snap ik best goed dat computers heel, heel erg van belang zijn. Ja. Wij zijn echt opgegroeid ja. in de tijd van de computers. Dus voor ons, ja, ik kan me niet voorstellen dat er geen artificial intelligence in de wereld is. Maar nee. Toch denk ik dan bij recht spreken. Ja, wij worden daar denk ik best wel voor gewaarschuwd vanuit onze opleiding. Het is vaak meer, ben terughoudend dan mij. Ja, ja. Ja. Dan vind ik het wel leuk om met jou aan tafel te zitten, terwijl jij aan de andere kant staat. Ja, ja, nou ja, ik probeer zoveel mogelijk in het midden te staan, maar je moet wel richting geven. Dus wat ik wel doe hier zo, en dat is heel duidelijk, ik geef richting aan de ontwikkelingen. Ja. En die ontwikkelingen, die zijn eigenlijk onontkoombaar. Behalve als je zegt van, ja, dat zeg jij, maar we zijn het eigenlijk helemaal met jou eens. En weet je, het wordt nog erger dan jij denkt, dus die gaan dus als het ware in denkpatroon over mij. Wij moeten er iets aan doen. En dat hebben we dus gezien met die kernenergie, ja? Ja. Want op een gegeven moment zeiden dus mensen in die kernenergie, we gaan stoppen met die kernenergie, we gaan die niet verder ontwikkelen. En als mensen zeggen van, kijk, ja, wat je nou zegt met die technologie, dan zeggen we, dan moeten we dat ook verbieden. Dan moeten we daar duidelijk over zijn, dan moeten we dat ook absoluut niet doen. Ja. Ja? En daar heb ik ook geen moeite mee. Want dan zeg je gewoon van, ja, maar dat past niet bij onze samenleving. Maar je moet het niet zeggen, we gaan wel NWO-beurzen aangeven voor mensen die slimme programma's gaan doen, maar we gaan ze niet gebruiken. Nee, nee. Dat zat net als een tarp op vork, ja. 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 Het doet me een beetje denken, het debat aan hoe mensen ook over die GMO's praten. Dus dat genetisch gemanipuleerde eten en zo. Van aan de ene kant zijn we heel erg tegen, maar het wordt wel ontwikkeld. Ja. Maar het lijkt me ook dat artificial intelligence een toegevoegde waarde kan zijn voor rechtspreken. En misschien moeten we een beetje die kant gaan belichten. Misschien wil je dat wel doen. Ik doe dat zeker. Mm. Wij willen als juristen nu even. Wij is nu in één keer de jurist. Ik zit dus in het midden. Je hoort weer wel eens. Ja, dus, precies, ja, ja, ja. Wat willen wij nu eigenlijk? Ja. Ja, wij willen natuurlijk goed ondersteund worden. Ja. Dus dan wil je veel dingen hebben. Nou, tegenwoordig heb je natuurlijk. En dan zeg maar, heb je ook wel vaak mensen. Heb je advocatenkantoren. Die zoeken van die junior mensen op. En die moeten dan de kelder in. Want die moeten dan zeg maar hele stapels doorlezen. En dan moeten ze dus in. Het dus, zal wat opleveren. Het zal wat opleveren. Die moeten dus zeg maar belangrijke casus moeten ze daaruit halen. Zou toch handig zijn als de computer dat kan doen? Precies. Dus dan zou je dus zeggen van dat is leuk. Dat kun je dus doen. Dat is ook goedkoper, want dan hoef je die mensen niet meer in te huren, et cetera. En weet je, dat is natuurlijk op een gegeven moment heb je die computer doet nog beter ook natuurlijk. Ja. Want die wordt niet moe, die zoekt even door en die zoekt ook beter en die kan ook betere afwegingen maken over die dingen. Nou, wel, dit blijft moeilijk hoor. Laat ik even één moeilijk punt geven op het ogenblik. Ja. Kijk, want anders denken de mensen die dit luisteren dat ik de moeilijkheden niet zie. Ja, een van de grote problemen ook voor advocatenkantoren op het ogenblik is het onderscheid te maken tussen privileged information en tussen confidential information. Ja. Mm-hmm. Confidential information is vertrouwelijk, hè? En dat is natuurlijk een vertrouwelijke afspraak. Mm-hmm. En daar kan iedereen nog het nodige bij vinden. Een privileged information, dat is natuurlijk persoonlijk. Nu krijgen we ABN AMRO of de ING. Ja. Dat zijn zeg maar prachtige banken, de glorie van de Nederlandse. Maar ze doen toevallig af en toe per ongeluk, ja, dat komt er wel zo tussendoor, iets aan witwassen. Dan heb je de prosecutor in Amerika, die gaat kijken en die wil zeg maar die feiten hebben op tafel. En die heeft ook een deal gemaakt. Ja? Dat mag natuurlijk nooit in die stukken komen. Nee. Dat begrijp je. Ja. Dat moet er dus uitgehouden worden op de een of andere manier. En nou is de vraag, hoe doen we dat? Kijk, of mensen dat nou doen of computers dat nou doen. Dat voor beide is dat een probleem. Mm-hmm. Ja? En nou ja,
Kijk, die mensen kun je dan zeggen, die kun je nog in vertrouwen nemen. En dan kun je zeggen, ja, daar moet je zo en zo kijken. Die computer, ja, in vertrouwen nemen, dat is wel iets anders. Nou, dan kun je zeggen, ja, je kunt voorschrijven wat je, waar je wel of niet op moet letten. Ja, maar waar moet je nou precies op letten? Dus dat is, zeg maar, voor de mensen die zich met de programmering bezighouden, is een heel groot probleem hoe dat nou precies gedefinieerd kan worden. Dus alle informatie is beschikbaar voor de computer en er is een deel informatie wat de computer eigenlijk dan niet zou moeten beschikken. Ja, ja, die is hoe privileged. Gaan, ja, hoe die gaan heeft we ervoor, ja, zorgen dat en de computer is, daar precies, niet bij komt? Je begrijpt het. Nou, dat is een geweldige uitdaging, geweldige wetenschappelijke uitdaging. Maar nu ga ik iets zeggen en dat is waarschijnlijk heel erg op sporenfluitjes. Maar hoe problematisch is het als wij, als we privileged information krijgen, dat iemand er een labeltje aan hangt, waaraan staat van dit privileged information, dat gaan we niet meenemen. Of is dat niet betrouwbaar? Ja, kijk, dat mag je al nooit in handen krijgen natuurlijk. Ja. Dat is een beetje het probleem wat het OM nu heeft met informatie met Stibben. Dat ze zeggen dat het OM wordt aangeklaagd omdat zij alle verschoningsgerechtigde stukken onderliggen. Ja, precies. Nee, dat is juist niet de bedoeling. En je kan iets natuurlijk niet meer onzien. Dat is hetzelfde probleem. Het is ietsje anders geformuleerd, maar het is absoluut hetzelfde probleem. En daarmee geef je dus ook aan dat dat splitsen of dat klassificeren, wat ik eerder zei, want het is ook een kwestie van klassificeren. Is het wel privileged of is het niet privileged? Ja. Klassificeren is dus een geweldig wetenschappelijk probleem. Ja? Mm. En het is ook een geweldig wetenschappelijk probleem voor juristen en voor technici. Dus ze hebben hetzelfde probleem en ze benaderen dat, zeg maar, op verschillende manieren. Maar ze komen er allebei voorlopig althans nog niet uit. Ook nu als ik op het internet ga zoeken, er is een deel waar ik bij kan en er is een deel dat zit bijvoorbeeld achter een paywall. Of het zit, nou, ik vind deep web altijd een beetje een vaag term. Maar bijvoorbeeld het deep web, dat is eigenlijk altijd zo'n cliché plaatje van Google is een ijsberg. Of Google zit alleen maar het bovenste puntje van een ijsberg en dan de rest zit daaronder. Maar kunnen we dat soort geprivilegeerde privileged stukken dus niet op de een of andere manier zo maken dat computers daar gewoon, dat ze dat niet op kunnen rakelen? Nou kijk, als je dat eenmaal hebben op die manier afschermt, hè, dan is er altijd iemand die daar doorheen kan breken. Ja, dat is waar. Dat is het probleem, ja. Maar laten we zeggen, op het ogenblik hebben wij natuurlijk wel die mechanismen. Want datzelfde is natuurlijk, zeg maar, waar eigenlijk Bitcoin is op gestoeld is. Ja, oké. Okay. Maar het is alsnog glad ijs aan ons opbegeven. Maar dat is eigenlijk ook glad ijs als alleen mensen dat moeten doen. Ja, en je kunt je bijna afvragen wie er erger is. Zeg maar als het over oorlog voeren gaat, de mens of die computer. Mm. Maar ik moet je zeggen, de computer is wel tot grotere vernielingen in staat dan de mens, hoor. Om het zo te zeggen, ja. Nou, zo eens kijken. Die Russen, die werken natuurlijk ook met intelligente systemen daar zo, hè. Mm-hmm. Dus, en of die intelligente systemen nou echt intelligent zijn of niet. Want weten nog niet wat ze zelf doen. Dus die hebben geen zelfbewustzijn. Nee. Dus dat ontbreekt nog. Maar laten we zeggen, zoals ze hun weg vinden, hè, naar hun doel, ja, daar moet je toch moet je wel veel kennis mee hebben om te weten wat je doen moet op bepaalde momenten. Zit dat in de pijpleiding, zelfbewustzijn voor computers? Nou, zelfbewustzijn is al een nog grotere stap die ik in één keer maakte, want eerst heb je nog gewoon bewustzijn eigenlijk. En als je dan, zeg maar, nog de volgende stap maakt, dat je als het ware ook nog kunt analyseren wat je eigen intenties zijn, dus dat je zelfbewustzijn, dat is de daarop volgende stap en dat is natuurlijk... Ja. Dat is nog groter. En ik waag me even niet aan in dit gesprek. om daar ook over een mening te hebben. Of iets van, ja, dus, nou, je twijfelde net even toen je het zei. Dus ik dacht, ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij nu denkt van binnen x aantal jaar. Nee, dat is dus... Spannend. Maar we hebben nu nog wel best duidelijk wat moeilijkheden zijn van artificial intelligence in het recht. Maar het heeft natuurlijk ook veel voordelen. Want de rechter, ja, het is... Het menselijke van een rechter is natuurlijk wel dat op een goede dag haal je er wat dat straf af. En op een slechte dag doe je er wat straf op. En ik wil niet zeggen dat rechters niet objectief proberen te denken. Maar een mens, ja, in hoeverre je objectief kan zijn, is ook beperkt. En een computer zou dat wel objectiever kunnen doen, denk ik. Ja. Ja, en toch ook wel een klein neetje erbij, zal ik maar zeggen. Ja, nee, een klein neetje, ja. Want ik ben wel benieuwd naar het kleine neetje. Nou ja, kijk, op die computers, die zijn dus geprogrammeerd en die werken dus op kennis, kenniselementen, ja? Van de mens.
natuurlijk. Ja, nou ja, maar ook van, zeg maar, van buiten. Hè. Naarmate je er steeds meer van weet, en dat geldt ook voor jullie, ja, wordt het steeds moeilijker. Die natuurkundigen hebben daar, die theoretische fysici hebben daar ook moeite mee. Die komen het kleinste deeltje en dan kijken ze over een nog kleiner deeltje en een nog kleiner deeltje. En dat is, dat gaat dus door. Iets als recht zit ook heel dicht bij huis. Iedereen heeft van een idee hoe het recht werkt. Het is heel behapbaar. Het is niet per se makkelijk. Het is super moeilijke studie. Alle eer aan ons. Maar het is niet per se makkelijk. Maar het is wel iets behapbaars, dicht bij huis. Dus ik kan me ook wel voorstellen waar die angst zit. Als je iets wat zo complex en eigenlijk ver van je bed is. Bij iets had wat zo dicht bij ons zit. Wat eigenlijk tastbaar is. Dat daar wel echt heel veel spanning bij zit bij veel mensen. Ik ben het helemaal met je eens. De wereld is eigenlijk heel gecompliceerd. En ik voel me dus inderdaad op het ogenblik een gelukkig mens. Dat ik daar nog steeds, zeg maar, in mee kan draaien. Ja. Mee mag opereren. Om dingen trachten te duiden. Zeg maar. En te zeggen van daar en daar gaan we naartoe. Ja? En dan heb ik inderdaad voor de tweede keer geluk gehad in mijn leven. Dat ik een paar keer de goede richting heb aangeduid. Hè? Dus met het schaak heb ik dat gedaan. En met het rechtspreek heb ik dat gedaan. Ik heb het ook met kunst gedaan. Met dingen. Ja. Maar ik zeg dan ook, en dat is wat jij dus in het begin opmerkte. Ik heb, zeg maar, die status, om het zo te zeggen, aan heel veel mensen om mij heen te danken. Dat wil zeggen, heel veel promovendi ook. Ja? Mm-hmm. Die hebben dus, die hebben eigenlijk mijn ideeën ook in de werkelijkheid getoetst. En die hebben die ideeën onderbouwd en ondersteund. En daarom was ook, zeg maar, mijn afscheidsreden, maar dat heb ik ook al eerder gezegd in Tilburg, van je doet het met z'n allen. Je bent met z'n allen met die wetenschap bezig. En dan moet je kijken of je daar, zeg maar, iets van kan maken. En of je dus samen kan optrekken. Ik wil toch nog een vraag stellen, ja, want wij zijn natuurlijk juristen en heel veel van onze luisteraars ook. En ik denk dat ze na dit luisteren vooral denken, hoe kunnen we eigenlijk artificial intelligence nu praktisch toepassen? Hoe kunnen we het nuttig laten zijn voor ons werk? Of dat nou als rechter is, dat we recht laten spreken. Of als advocaat, hebben we het ook even over gehad natuurlijk. Hoe kunnen we artificial intelligence nuttig maken voor het recht? Heb je daar ideeën over? Ja, zijn er dingen waarvan je denkt, dit gebeurt nog niet, maar doe dit nou. Denk hier eens over na. Nou, het eerste waar ik van op terugkom, dus het begin, ja, dat is over structuur. Ik vind heel goed dat Nederland zich affilieert met AI. Ik vind dat ze meer aan structuur moeten doen en ik vind dat ze ook, zeg maar, meer moeten samenwerken met de wetenschap. Zeg maar dat een onderdeel zou moeten zijn van de opleiding binnen de regering, binnen de verschillende ministeries. Maar ik ben daar wel mee bezig, dus ik ben blij met die steun. Dus ik heb, ik krijg veel complimenten. Alleen, binnen de rechterfaculteit nog niet, hè. Nee, maar wij hebben vandaag natuurlijk wel aan onze volgers op Instagram laten weten dat je hier bij ons komt zitten. En die waren heel erg enthousiast. Dus bij de studenten is er in ieder geval heel veel enthousiasme. AI wordt heel belangrijk. Ja, en veel meer mensen zien dat in en willen ook hun interesse daarin met het recht combineren. En wij vragen ook altijd aan studenten of ze vragen hebben voor onze gasten. En ik kreeg er nogal wat binnen. Ik ga er eentje stellen, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. En het leek me wel interessant. Van een student, Alexandra heet ze, kregen we de vraag of AI onderdeel moet worden of moet worden beschouwd als onderdeel van het internationaal recht. En of we dat in het internationaal recht kunnen gebruiken. En als we dat dan doen, of er dan misschien ook nagedacht moet worden over een verdrag over kunstmatige intelligentie? Ja, het antwoord is ja, ja, ja. Het is niet het woordje onderdeel, dus zo zou ik het nog niet willen zeggen. Maar ze moeten daarmee rekening houden. En met name is dit het geval voor die automatische autonomous weapons. Hè? Dat is natuurlijk een belangrijk punt, ja. En dat zien we natuurlijk, zeg maar, nu ook wat er in Rusland gebeurt. Dat is waar ik er net al even aan duidde. Yeah. Die wapens, die autonomous weapons, die vinden hun eigen weg. Je moet eigenlijk met z'n allen afspreken dat dat niet mag. Maar ja, dan is er natuurlijk toch weer zo'n Al-Qaeda. En die heeft dan iemand, en dan zit er zo'n ander iemand die zegt, ja, maar weet je, ik heb een autonomous weapon, ja. En ik kan precies de leider van Al-Qaeda kan ik traceren. Dan stuur ik mijn autonomous weapon naar die persoon. En die is helemaal beschreven. Dus die intelligente raket, die weet wie die hebben moet. Die gaat niet de vrouw van die man nemen. Die gaat ook niet de vriendin van die man, zeg maar, belagen. Maar die gaat gewoon op zoek naar die man, ja. Ja, moeten we het dan wel gaan gebruiken of niet? Nou ja, dat is ook nog weer een vraag, ja. Ja, lastig. Dat is een prima, uitstekende vraag, ja. Ja. En ik denk dat we hiermee ook de aflevering
tot een einde moeten gaan brengen. En ja, je bent heel wijs, dus we hebben heel veel van je geleerd dit afgelopen uur. Maar we vragen altijd aan onze gasten of ze de aflevering willen afronden met wat wijze woorden. Die mogen gericht zijn aan ons, die mogen gericht zijn aan de studenten, die mogen gericht zijn aan Nederland, aan wie je dan ook wil. Dus ja, misschien heb jij wat leuks waar je mee zou willen afronden. Nou, leuk zou ik wel, maar het gaat me nog niet om het leuke. Maar de wijze woorden die ik hier zou willen zeggen is dat de rechtenfaculteit zich meer open moet stellen voor de ontwikkelingen die er in de wereld zijn, om die te incorporeren, omdat die allemaal met het recht te maken hebben. Mm-hmm. Ja? En dat heeft dus inderdaad in het bijzonder heeft dat met legal intelligence te maken, of met technologies, ja? Om het zo te zeggen, maar even de technieken. En dan krijg je vanzelfsprekend, dus die intelligence, die krijg je daarbij. Nou, dat is heel belangrijk en daar moet je meer aandacht aan besteden. Ik weet iemand die neemt bij de Raad voor de Rechtspraak aan, en die heeft een zoon die studeert nu rechten. En die zei, Jaap, ik vraag natuurlijk zelf, maar wat doe je nou aan rechten informatica of met intelligente systemen? En toen zei hij tegen hem, pap, zei hij, weet je, het is echt zo heel weinig, eigenlijk nog helemaal niks. Weet je, dat is één ding, want ik zal niet zeggen, ze luisteren niet, zou ik zeggen, maar dat is niet zo. Ze luisteren allemaal naar mij. Ik bedoel, of het nou de decaan is, of het nou zeg maar in ieder geval het vroegere college van bestuur. Tegenwoordig is een nieuw college, die moeten ze nog helemaal inwerken. En die zijn ook aan het verbinden. En die beschouwen mij eigenlijk, en dat is dus, die doen eigenlijk aan leeftijdsdiscriminatie. Ja, dat durf ik ook nog te zeggen. Precies, ja. Weet je, die denken gewoon dat je dus 30 moet zijn om wijze dingen te kunnen zeggen. Ja, je kunt ook wel 83 zijn en wijze dingen zeggen. Dus dat hangt er gewoon vanaf. Het gaat niet om zeg maar hoe oud je bent. Het gaat erom hoeveel energie je hebt. Ja. En hoeveel verstand je hebt. En ja, met hoeveel zeg maar enthousiasme je dat combineert. Dus mijn laatste wijze ding. Binnen de rechtenfaculteit. Zorg voor een omslag die ik zojuist beschreven heb. Nou, jullie horen het. Ja. En ik vind het wel mooi. Niet extreem stichtelijk, maar wel gericht. Ja. Ik vind het mooi. Ja, heel erg bedankt voor je tijd. Ja, ik heb het met plezier gedaan, zoals je begrijpt. Ja. Jongens, maak er wat van. Ja, dankjewel. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Leiden Lawcast. En natuurlijk ook bedankt voor het insturen van de vragen en al jullie likes en shares op onze social media. Voor iedereen die dat nog niet heeft gevonden, we zijn te vinden via @LeidenLaw. Vind ons vooral, like ons, volg ons, want hiermee helpen jullie ons groeien. En daarmee kunnen we nog veel meer mensen bereiken. Yes, inderdaad Irem, helemaal mee eens. En echt schroom niet om ons gewoon een mailtje te sturen of een berichtje. Bijvoorbeeld Laura, dankzij Laura hebben we Jaap hier als gast gehad. Super interessante gast, terwijl we eerst eigenlijk niet eens wisten van het werk van Jaap. Maar stuur ook vooral die vragen in, want jullie zien, we stellen ze wel. We proberen er echt wat mee te doen. En ook was leuk om weer een beetje de aandacht op te vestigen. Naast dat we die reeks hebben, de standaardreeks met hoogleraren bijvoorbeeld, gaan we nu ook een beetje een mini-reeks opzetten met bekende alumni. Dus blijf dat ook in de gaten houden. En jullie horen ons de volgende keer weer. Leiden Lawcast, verdacht vermakelijk. Tot luisterens.